Welkom bij Digital Waves, de tweede aflevering van Digital Waves Remote. We zijn nog steeds in de wereld waarin we elkaar niet mogen zien van dichtbij. En dat betekent ook dat we nog steeds niet in de studio kunnen zitten, maar we gaan vandaag wel weer een nieuwe podcast opnemen. En vandaag doe ik dat met Mark-Peter Pijper. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Lekker thuiswerken. Lekker thuiswerken. Is dat normaal voor jou? Doe je dat vaak? Nou, regelmatig. Maar het is ook wel heel prettig om op kantoor met je team te zitten. Dus, nu is het constant thuis. Dus op een gegeven moment wordt dat ook een beetje zwaar. Ja. Maar de mix hebben we eigenlijk altijd al. Ja. We nemen vandaag een podcast op. Dat doen we dus vanuit huis. Ik vanuit deze slaapkamer, jij vanuit die slaapkamer. We hebben er net nog snel wat planten ingebracht om het echt nog mooier te maken. En we gaan het vandaag hebben over verschillende dingen, maar met name ook over Visie, bedrijf waarvoor je werkt. Kun je uitleggen wat jullie doen? Ja, wij zijn Visie. We zijn een hypotheekadviesketen. Wij hebben zo ongeveer 20 vestigingen in de Randstad. Vestigingen, je verwacht het al, dat moest allemaal naar online. Mm-hmm. Wij geven hypotheekadvies met name voor starters en voor young professionals. Dat is onze specialisatie. En vanuit een purpose opgericht, wij willen de financiële sector veranderen, duurzamer maken, gezonder maken. En we groeien. En... Dus nu met een hele andere insteek in de crisis, maar dat is eigenlijk wat we doen. Ja. Wat kun je ons omschrijven hoe dat werk er normaal gesproken uitziet? Als je gewoon de deur uit mag en niet 1,5 meter afstand hoeft te houden, gewoon met je team kunt afspreken op locatie? Ja, nou ja, we hebben een groot team met adviseurs. Als je nadenkt, veel van de luisteraars zullen misschien zelf een huis hebben gekocht. Of zijn misschien aan het oriënteren om een huis te kopen. Het begint eigenlijk met de interesse dat je aan het oriënteren bent. En dan bel je ons op. En dan krijg je een adviseur aan de lijn. En die gaat dan in 1/2 uur, 3 kwartier met jou de mogelijkheden doorspreken. Op een gegeven moment heeft iemand een woning gevonden. En koopt een woning aan. En op dat moment nodigen we eigenlijk altijd klanten uit bij ons op kantoor. Om dat hypotheekgesprek goed door te nemen. Want dat is toch, het is de grootste investering waarschijnlijk in je leven. En dan besteden we heel veel aandacht aan met de klant dat verder uit te leggen en uit te diepen. En dat is normaal gesproken. Nu is het even helemaal anders. Nu kunnen de klanten niet langskomen. Ja. En dat was ineens in de week van, wanneer was het? 12 maart. Alles anders moest. Nou, wij zagen dat eigenlijk zelf al wel aankomen. We keken gewoon naar andere landen. Hadden al een crisisteam. Dus die hele voorbereiding naar online hadden we al gedaan. En voor ons was het dan ook makkelijk om alles eigenlijk binnen 24 uur online te krijgen. Dus dat is niet alleen die hypotheekgesprekken die op kantoor plaatsvinden. Maar ook organiseren we veel seminars waar woningzoekenden ook bij ons op kantoor kwamen. Ja. Dat zijn groepjes van 20, 25 mensen die komen. En dan leggen we helemaal het traject uit. Dat zijn seminars offline. Die hebben we online webinars van gemaakt. Dus eigenlijk was dat relatief eenvoudig. Natuurlijk nog wel een hele operatie om iedereen te voorzien van een goede thuiswerkplek. Ja. Dus daar hadden we een aantal collega's die dat helemaal voor hun rekening namen. Het gaat niet alleen over dat iedereen een scherm, bureaustoel enzovoort heeft. Maar ook internetsnelheid. Want als je alles online ook met klanten gaat doen. Dan moet je goed kijken naar welke internetsnelheden zijn er. Dus daar upgrades doorgevoerd waar nodig. En eigenlijk hebben we in een aantal dagen dat allemaal doorgewerkt. En konden we gewoon onze business verder online doen. Ja, wat was daarin de grootste uitdaging? Eigenlijk denk ik het ritme wat je met de adviseurs die hebben sowieso al hun ritme met hun klanten. De back-office, de ondersteunende rollen die we hebben, die hebben we in een aantal dagen ook omgekregen naar een vast meeting ritme. Dus dat je iedere dag een paar momenten hebt dat je met je team even een afstemming hebt. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Dus de back-office teams die checken 3 maal daags met elkaar in.
En de tijd daartussen, en dat is ook wel weer mooi, kun je ook echt heel erg gefocust aan je eigen werk werken. Dus eigenlijk zijn dat misschien ook wel lessen voor na de crisis. Hoe je dat eigenlijk nog beter kunt aanpakken. En toch, je zegt, ik moet 3 dagen bijvoorbeeld met zo'n team, gaan we dan online inchecken met elkaar. Mm-hmm. Hoe zorg je dat je allemaal nog wel aan hetzelfde project werkt en een beetje dezelfde, dezelfde instelling hebt? Ja, nou ja, het is 3 maal daags. Hè? Dus 's ochtends een check-in, na de lunch een check-in en dan aan het eind van de dag de check-out. En natuurlijk heb je die eerste paar weken even wat projecten die je normaal niet zou hebben, omdat je alles om moet schakelen. Maar daarna, wij werken met Holacracy, dat is een besturingsmodel. We werken met zelfsturende teams. Dus ze zijn ook gewend om zelf die projecten op te pakken, zelf de planningen te doen. Daar gebruiken we ook software voor. En sommige projecten hebben een paar weken vertraging opgeleverd, omdat ja, mensen andere rollen moesten doen om iedereen thuis te laten werken. Maar dat wordt nu allemaal weer goed opgepikt. En, ik vroeg me af, hoe werkt het als je Holacracy toepast van afstand? Werkt dat hetzelfde als wanneer je elkaar gewoon elke dag kunt zien? En voor degene die niet weten wat het is, zou je kort kunnen uitleggen wat het betekent? Holacracy is niets meer of minder dan een setje regels voor zelforganisatie. Het is een model bedacht door een Amerikaanse ondernemer. En die heeft daar ook software bij bedacht. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je zelforganiserende teams hebt. Die zelf bepalen hoe zij het werk doen. Hoe ze naar hun doelen toestreven. En daar bedenken ze rollen bij. En die rollen zijn volledig autonoom. Nou, het mooie daaraan is dat we al een vaste meetingstructuur hadden. Die we gebruikten voor die teams. En met die software. Ja, en dat ritme hebben we nu gewoon verhoogd. Dus in plaats van iedere ochtend een dagstart, hebben we 3 maal daags met die software, kunnen we de snelheid erin houden. Dus eigenlijk is dat heel goed geweest dat we dat al hadden. Dus het is ideaal om in zo'n tijd te kunnen gebruiken. Ja. Ik ben benieuwd hoe je kijkt naar de toekomst en of je misschien straks wel zegt dat als de crisis voorbij is, dit misschien ook wel een goede optie is om er gewoon in te houden. Dat je 3 keer met elkaar incheckt per dag. Van afstand. Maar laten we het daar straks over hebben. Mm-hmm. Want waar ik het eerst nog over wilde hebben was, jullie hebben onlangs een oproep gedaan om anders te kijken naar hoe bedrijven omgaan met de crisis. Wat je veel in de media ziet is dat bedrijven best wel wat kritiek krijgen op het feit dat de kosten gesneden worden, personeel wordt weggesneden. Dat soort dingen. Wat was jullie reactie daarop? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is inderdaad het platform Wie zet jij op 1.nu. We hebben heel erg gekeken naar hoe zijn we nou eigenlijk zelf met deze crisis omgegaan. Daarin hebben we eigenlijk 3 stappen eigenlijk doorlopen. Eerste stap is wat we altijd al zeggen, people first. Dus hoe zorgen we ervoor dat iedereen zo gezond als mogelijk door deze crisis komt? Daar hebben we allerlei maatregelen genomen, direct ook thuiswerken, volledige thuiswerkplek enzovoort. Maar ook iedere ochtend een check van iedereen. Ja, dat doen we op Slack. Is iedereen gezond? Is er iets in je privé? Werkt je partner bijvoorbeeld in de zorg? Dus met al die dingen houden we rekening en kunnen we eigenlijk per dag zeggen, jij kunt 100% werken, jij kunt maar 50% werken. En dan kunnen we dus heel snel op schakelen. Dus dat is voor ons punt 1 geweest, het allerbelangrijkste. Wie bepaalt dat in jullie geval dan? Want je zegt, we zijn zelfsturende teams. Je bent met 30, 40 mensen, kan me zo voorstellen. Yeah. En met iedereen wordt ingecheckt. Bepaal je dan ook met z'n allen wie voor 60% en wie voor 100% gaat werken? Nou, we hebben al heel snel een aantal crisisteamrollen opgezet. Dat ging van IT-rollen naar people-rollen naar resource-afstemmingsrollen. Nou, en dan laat je uiteindelijk de beslissing, hè, als het gaat om wie doet wat en hoeveel in de team zelf. Maar we hebben op een centrale plek iedere ochtend een check-in. Zo, alles oké? Is iedereen gezond? En vanaf daar kunnen we dan vanuit die people-rollen, kunnen we dan heel snel schakelen en zeggen van oké, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? En dat geven we dan weer terug aan de teams. Okay. Dus uiteindelijk de werkverdeling, omdat de teams dat zelf ook het beste weten, dus klanten overdragen als iemand niet kan, ja, dat gebeurt in het team zelf. Maar centraal
hebben we die meldingen. Okay, dus dat was de eerste stap, people first? Eerste stap, ja. En nou ja, goed, dan ga je kijken hoe komen we dan als bedrijf door deze crisis heen. Ja, dan ga je verschillende scenario's maken voor de liquiditeitspositie. Nou ja, dat loop je door. Dus dan heb je scenario's met minder omzet, met helemaal geen omzet. En dan ga je kijken, oké, dat hebben we gedekt. Zo kijken we vooruit. Hoe komen we dan samen sterker door deze crisis heen? Dus als we als team bij elkaar kunnen blijven, en je kunt het vergelijken met een pitstop. Of je rijdt een garage in met je auto. En je komt er als Formule 1 auto uit, zeg maar. Dus hoe kom je nog sterker uit deze crisis? Nou, dan ga je projecten definiëren waar je misschien anders niet aan toe zou zijn gekomen. Die je nu wel oppakt om het bedrijf uiteindelijk beter te maken. Nou, hoe kom je dan bij zo'n initiatief? Je merkt heel erg dat de media, vinden wij, te veel aandacht besteden aan die slechte voorbeelden. Hè? Nou ja, misschien dat de luisteraars het boek De Meeste Mensen Deugen kennen of gelezen hebben van Bregman. Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste bedrijven gewoon deugen. Dat die wel op een juiste manier en solidair ten opzichte van hun medewerkers zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk iedereen koste wat kost moet behouden. Maar het is de manier hoe je dat bespreekt in je team en in je bedrijf, wat bepaalt of je goed bezig bent of niet. Je kent allerlei voorbeelden nu in het nieuws van mensen die via een Zoom-call binnen een minuut uitleggen dat de helft van het personeel op straat komt te staan. Ja. Dus dat is meer managen vanuit een Excel-sheet. Bij ons was juiste overtuiging. Nee, dingen bespreek je samen en samen beslis je over moeilijke thema's. Nou, dat platform gingen we dan uiteindelijk oprichten, omdat we zeiden van ja, er zijn toch 80-90% van de bedrijven pakt het toch op een juiste manier aan. Iedereen zit in de problemen, niemand weet wat er komen gaat, maar laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat de meeste ondernemers en bedrijven die gewoon deugen, dat die ook een platform krijgen. Nou, binnen enkele dagen, dat werd opgepikt door nu al meer dan 80 bedrijven. Dat gaat van hele kleine bedrijven naar grote corporates. Salesforce, Unilever, maar ook merken als Dopper, als Molly. Die willen allemaal aanhaken. Dus en die melden zich dus aan op wiezetjij.op1.nu? Ja. En waar commenteren ze zich daar vervolgens aan? Nou, wij hebben gezegd, doe mee. We gaan een beweging op gang brengen. Zet je logo op de site. We hebben geen hele moeilijke criteria. Juist omdat we zeggen, de meeste ondernemers deugen. Daar vertrouwen we ook op. En uiteindelijk, misschien als er een issue is, dan heeft dat een zelfreinigend vermogen. Maar tot nu toe zeggen we van, sluit gewoon aan. Zodat we ook een beweging in gang kunnen zetten. Vanuit de gedachte, de meeste bedrijven doen het wel goed. Ook in de crisistijd gaan ze goed met hun personeel om. Ja. En daar willen we een podium voor bieden. Absoluut. En dat betekent niet dat je onbeschadigd door zo'n crisis komt. Want heel veel bedrijven hebben heel veel schade. En wij kunnen ook niet in de toekomst kijken. Maar het is de manier waarop je dat bespreekt en moeilijke besluiten neemt. Wij denken dat de meeste bedrijven daar gewoon goed mee omgaan. Zit het je ook dwars dat de media daar dan dus te veel aandacht voor hebben, voor de rotte appels, zeg maar? Nou, het is een beetje een standaard iets. Media schrijft nou eenmaal liever over de, nou, zoals jij noemt, de rotte appels. Het slechte nieuws scoort natuurlijk wel. Ja, laten we, als we iets van deze crisis leren, laten we dan ook eens kijken naar die 95% die wel deugt. Ja, ja. Is het inmiddels een beetje opgepakt door de media, dit voorbeeld, toevallig? Ja, je merkt dat wij nu erg veel gevraagd worden. Voor artikelen, voor podcasts. Het begint echt een beweging te worden. En logisch ook eigenlijk, want ja, wij denken ook dat mensen ook gewoon willen zien dat er een positief geluid komt. En dat we met z'n allen hier doorheen komen op een solidaire en positieve manier. Hoe moeilijk het ook is.
Dus laat daar alsjeblieft ruimte voor zijn. Ik vroeg je net al heel even naar de toekomst. Dus hoe zie je het nou voor je straks als de crisis er niet meer is? En wanneer dat is, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Dat kan juni, september, volgend jaar zijn. We hebben geen idee. Maar tot nu toe zeg je, nou ja, hoe we het nu doen, dat noemen we doen het eigenlijk best wel goed met elkaar als team. Maar ook voor onze klanten gaat het best wel goed. Zie je het voor je dat de manier waarop je nu met elkaar omgaat en ook het werk anders hebt ingericht, dat dat op een bepaalde manier misschien wel precies hetzelfde gaat worden voortgezet op het moment dat je wel weer elkaar kunt zien? Ja, ik vind dat wel interessant. En je merkt ook aan kleine dingen, bijvoorbeeld dat remote werken, dat klinkt, it's all in the name, op afstand werken. Ik merk juist het tegenovergestelde, dat je juist dichterbij komt. Dat je, ik stap nu jouw slaapkamer binnen, weet je. En de helft van de tijd, ik heb 3 kinderen, lopen de kinderen hier achter mij langs, omdat ze op zoek zijn naar de poes. Dus je komt bij je collega's thuis. Nou was dat bij ons sowieso al. We gaan heel goed met elkaar om. Maar ik denk vooral de bedrijven waar het allemaal wat formeler aan toe gaat. Jasje-dasje culturen waarbij je 's ochtends op kantoor in één keer je professionele masker op moet zetten. Maar niks over thuis hoeft te vertellen, want dan ben je een softie. Ik denk dat die mensen nu ook ineens zien dat de collega's gewoon mensen zijn en hun eigen issues hebben. En dat ook meer geaccepteerd wordt. Ik denk dat dat uiteindelijk ook weer een positief iets is wat je uit de crisis mee zou kunnen nemen. Omdat als je dan puur naar hoe functioneren teams met elkaar en hoe kunnen ze top presteren. Nou, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat als mensen zich veilig bij elkaar voelen. En mensen elkaar als mensen behandelen, dat je als team veel beter presteert dan dat er een sfeer van onveiligheid en gedwongen professionaliteit omheen hangt. En betekent dat je in de toekomst ook dus gewoon meer van afstand gaat werken, dus dat je altijd die slaapkamer ziet? Of betekent dat ook een andere manier van met elkaar omgaan en verwachten dat iemand een of ander formeel masker opzet op het moment dat hij een kantoor binnenstapt ergens in Amsterdam-Zuid met een das om en een pak aan? Kijk, het maakt mij niet uit wat voor kleren je aan hebt. Maar het is juist dat tweede wat je zegt. Behandel anderen nou eens zoals je zelf behandeld wil worden. Ik denk wij hebben één regel en dat is die regel. Dat is de basis van een goede, van alle relaties. Werkrelaties, maar ook privé. En ik denk dat als we dat mee kunnen nemen als positief iets uit het hele remote werken, waarbij je bij mensen thuis komt eigenlijk. Dat zou echt mooi zijn. Hoe werkt het voor jullie klanten eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat als ik financieel advies zou willen krijgen, dat ik iemand ook een soort van wil vertrouwen, in de ogen kan aankijken, kan denken, nou, dat is inderdaad precies eenzelfde soort persoon als ik. Volgens mij kunnen wij wel met elkaar vinden. Ja. En dat is wel heel lastig als het eerste contact al via een camera is. En misschien is het beeld niet zo goed. Dan heb je wat vertraging op de lijn en loopt er inderdaad een kat door het beeld. Mm-hmm. Hoe ervaren die dat? Nou ja, wat je heel erg ziet, en dat is ook de hele solidaire opstelling die je bij mensen in buurt sowieso al ziet in deze tijd. Ja, mensen accepteren ook dat er een keer een glitch in zit of dat er een keer een vertraging in zit. Puur het feit dat wij er altijd zijn voor onze klanten nu, het enige verschil is dat we het online moeten doen. Ja. Ja, daar zit gewoon een hele grote acceptatie in. Maar het is niet voor niets dat wij in een normale situatie het liefst, en dat willen de klanten ook het liefst, gewoon bij ons op kantoor ontvangen worden, zodat je met elkaar om tafel kan zitten en over die grootste investeringen in je leven gewoon eens uitgebreid kan praten. Ja. Maar in deze situatie is dat geen optie. En dan zie je gewoon dat heel veel, dat de klanten gewoon dat accepteren. Merk je nou eigenlijk al dat doordat we nu allemaal thuis zitten en misschien ook mensen minder te besteden hebben omdat ze geen werk meer hebben, dat de markt waar je in zit, dat die stil komt te staan? Of merk je dat nog niet? Nou, op dit moment, gek genoeg, zijn het recordweken in het hypothekenstuk. Omdat
Ja, even analytics. Als je naar Google Analytics kijkt en zoekvolumes, dan zie je in die week dat zeg maar, de intelligente lockdown begon. Ja, dat er een soort van schrikreactie was. Dus daar stort alles in. Maar daarna krabbelt het wel snel op. Met name mensen voor oversluiten. Hè. Wij krijgen heel veel aanvragen nu om over te sluiten. Dat betekent dat iemand een hypotheek heeft. Die dan eventueel over zou kunnen naar een lagere rente en dus minder maandlasten zou hebben. Ja. Maar de hele markt, omdat hypotheekrentes dreigen te gaan stijgen, al een beetje stijgen. En daaromheen is vaak een natuurlijke reactie dat de markt op gang gebracht wordt. Terwijl er veel minder huisbezichtigingen zijn, want dat mag gewoon niet meer natuurlijk. En zeker niet in groepen. Zou je verwachten dat dat wel direct in zou storten. Ja. Maar juist nu, deze weken, zien we juist een enorme stijging. Nou ja, wij verwachten dat er uiteindelijk natuurlijk wel een effect zal optreden door alle moeilijke gebeurtenissen van nu. Op dit moment is dat nog niet aan de orde, nee. Oké. Okay. Nou, daar is natuurlijk ook weinig over te zeggen hoe dat allemaal gaat uitwerken. Waar ik wel benieuwd naar was, is jullie hebben als missie met het bedrijf Let's Change Finance. Mm-hmm. Nu zitten we in een hele rare periode die we misschien nooit meer mee gaan maken, waarin heel veel verandert op de korte termijn, maar misschien ook wel op de langere termijn. Ja. Wat denk je dat de belangrijkste veranderingen voor de markt gaan zijn? Dus bijvoorbeeld jullie markt, maar überhaupt de manier waarop we met elkaar omgaan, het bedrijfsleven en producten? Ja. Nou, nog een leuk voorbeeld. Dat noem ik Bregman twee keer. Boekje Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Dat gaat eigenlijk, en dat wordt nu wel heel erg uitvergroot natuurlijk. Wat zijn nou uiteindelijk de beroepen die er echt toe doen? Je hebt natuurlijk verschillende onderdelen in de financiële sector. Maar sommige, ja, daar moet je je echt van afvragen. Of dat nou echt iets toevoegt. Of dat het alleen zakkenvullen is. En wij zijn nog een te kleine partij om echt impact te kunnen maken. Maar door het verspreiden en door het meedoen en opzetten van initiatieven als Wie zit jij op één, hopen we toch onze impact, hè, we zijn nog maar een team van 40 mensen, groter te maken dan alleen die 40 mensen. En ik hoop erop dat deze crisis ook een effect heeft, een soort van ja, is goed met de bezem door die hele sector heen gegaan wordt. En zeggen van oké, maar wat is nou eigenlijk onze maatschappelijke functie? Dat is uiteindelijk ook de basis van de grootbanken. En wat is nou onze maatschappelijke functie? In tegenstelling tot hoe kan ik mijn aandeelhouders zoveel mogelijk dividend uitbetalen? Dus ik hoop dat daar echt een beweging in gang wordt gezet en wordt gehouden. Om dat eens goed aan de kaak te stellen. Kijk, wij zijn nu nog te klein, maar dat is wel waar wij naartoe willen. Ja, ja. Zie je dat ondernemers daar ook al mee bezig zijn in je omgeving? Ja, check de site, Wie zit jij op één? Dat heeft echt navolging. En kijk, ik zeg je eigen mensen op de eerste plek, maar het heeft ook heel erg te maken met hoe ga je dan met je klanten om of met je leveranciers om? Je moet er toch samen doorheen komen. En je merkt dat als je het gesprek aangaat, in plaats van per e-mail laten weten ik betaal niet meer, of ik betaal 100 dagen later. Als je gewoon in gesprek gaat, ja, het is een moeilijk issue, maar dan kom je er op een of andere manier, op een menselijkere manier uit, dan heel onpersoonlijk e-mails rondsturen. Dus dat merk je wel echt, ja. Ja, nou ja, en het is lekker persoonlijk om elkaar zo te kunnen spreken in elkaars eigen huis. Tegelijkertijd is het erg grote afstand en ook heel onpersoonlijk dat je elkaar niet meer echt kunt zien aan een tafel waar je samen iets te drinken neemt. Ik neem aan dat je ook heel erg uitkijkt naar het moment dat je weer gewoon met je team ook in dezelfde ruimte kunt zijn. Ja, tuurlijk. En het is heel prettig om die vrijdagmiddagborrel online te doen. En dat is een paar keer leuk. Maar op een gegeven moment tettert iedereen door elkaar heen en wordt het de chaos. Maar natuurlijk is dat fijn om weer terug op kantoor te kunnen komen. Alleen nu moeten we gewoon even doorzetten. Maar
Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, het offer wat wij nu leveren is zo klein in verhouding tot de offers waar die in andere sectoren en andere, nou je weet het, geleverd worden. Denk ik van ja, wij hoeven alleen maar bij wijze van spreken op de bank te gaan zitten, werken. Laat ons daar niet al te hard over klagen. Ja, ja. Ging een mooie meme rond, hè? Dat is alles wat er van je wordt gevraagd. Gewoon op je bank zitten. Ja, niet de deur uitgaan. Precies. Ja. Oké, gaan we dat voorlopig nog even doen. Mag ik je van harte bedanken voor een mooi gesprek. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het luisteren of voor het kijken. Mocht je een tip hebben, wie moeten we in de podcast uitnodigen? Laat het vooral weten, daar gaan we daarmee aan de slag. Dankjewel. Graag gedaan, jij bedankt.